Welkom terug bij Brabant Business vanuit Strijbeek, ons behagen. Ja, we zijn alweer over de helft van het programma. Mocht je iets gemist hebben, je kunt het gewoon terugzien op onze site brabantbusiness.tv. Ja, onze kok, chef-kok Henry, die heeft daar ook een eigen pagina. Daar kun je al zijn recepten teruglezen, maar je kunt ook vragen aan hem stellen. Dus wie weet komen er binnenkort wat moeilijke dingen voor jou. Kom maar op. Mooi. Interactief omgaan met de tv vind ik iets leuks. Goed, weer interactiviteit hebben we graag. Hè? Ja. Hoe gaat het daar? Ja, super. Jaap, nog steeds met de kreeft bezig. Is al te veel werk. De sla staat erop om lekker te stoken. Het is een speciale sla, hè? Ja. Zo'n kleine mini-kopjes. Ja, hij heet ook Little Gem. Een klein diamantje. Het is een heel stevige slasoort. Als je van binnen kijkt, als we hem over de helft snijden, is het een heel gesloten slakropje als het ware. Niet zo grote bladen. Sla is natuurlijk heel teer product. Zeker als het verwarmd wordt. Dus hoe steviger die sla in elkaar zit, hoe steviger. Ja, stoven. Net als eigenlijk andijvie is eigenlijk ook een soort slaasoort. Gewoon met een shallotje aanzetten en dan een beetje bouillon erbij. Even lekker aanbakken en daarna gewoon niks meer mee doen. Gewoon rustig laten gaan. Dus, en nu het worstje. Oh, ik zeg al, moment sucré. Goed opletten, jongen. Kijk, het is knijpen en begeleiden, zeggen we altijd. Nou, je snapt, als je dit met de spuitzak moet je best veel kracht zetten. Dit is een beetje een dikkere massa. Aan het werk ideaal. Hierna doen we ze een pannetje water even wellen. Net als een sausijsje of een verse worst thuis. En daarna lekker bakken. Maar kun je dat vliesje, dat darmpje zeg maar, waar het in gaat, kun je dat ook gewoon loskopen? Ja, de meeste slagers, als je een beetje een buurtslager hebt, dus kun je wel wat darmen krijgen. Vraag wel om natuurlijke darmen. Dus dit is een schapendarm, iets dunner. Je kunt ook kunststofdarmen krijgen, alleen die kun je naderhand niet mee bakken. Of wat een zetpuur om worst en zo in te garen en daarna uit de darm te halen. Oh, okay. Dit is gewoon een natuurlijke darm, heel goed gespoeld. Wordt bij ons met 24 uur in water gelegd. Ik zeg al, de meeste slagers kunnen dit wel even. Maak zelf zo wijsjes, al die dingetjes, dat kun je gewoon darmpjes maken. Hey, je denkt er niet over na, dat eigenlijk een darmpje is, het eet toch anders. Moet je ook niet te veel over praten. Nee, moet je gewoon doen. Jaap, jij bent tweede jaar te hooipannen in Eindhoven. Ja. Hoeveel uren sta je nou per week in de keuken in zo'n opleiding? Als tweedejaars? Ja, op school hebben we gewoon één praktijkdag, dus een avond nu. Dan moeten we een minuutje van 4 gangen koken. Ja, buiten school ga ik bijna elke dag gewoon werken. Weekend ook altijd. Doe je thuis ook lekker koken voor je ouders en zo? Ja, bijna nooit. Nee? Geen tijd voor je. Dat is gemeen. Dat is je moeder nog. Ja. Maar geef je er dan nog wat tips of zeg je van nou man, het gaat hartstikke lekker? Ja, alleen met kerst of op bijzondere dagen, anders dan mag ze gewoon koken. Mag ze lekker zelf doen. Ja. Goed, vanuit de ene culinaire hoek gaan we naar de andere culinaire hoek. Welkom Stefan de Vries. Want jij maakt eigenlijk een ordinair product, zou ik het bijna durven zeggen, maar je maakt er wel iets heel bijzonders van. Hè? Want wat jij doet is bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om reclame te maken op een puntzak met zo'n lekkere klodder mayonaise erop. Toch reclame. Met jouw bedrijf. Hoe ben je op het idee gekomen? Laat ik daar eens eerst mee beginnen. Het idee is eigenlijk door twee collega's van mij ontstaan. Ik was eerst werkzaam bij Vernoers in Bokstel en die kwamen twee collega's naar me toe met de vraag wat ze moesten doen om niet tot hun 65ste in loondienst te blijven. Nou, vervolgens heb ik op internet rondgekeken en we rond gaan bellen en ja, ik dacht dat er toch wel behoorlijk een markt in zat om de producten die daar gemaakt en in de groothandel verkocht werden, om die aan de man te brengen. Ik boek jou via Frietfeest, ja. Zo heet het bedrijf, Frietfeest. Ja. Wat mag ik verwachten? Wat komt er dan? Wat gebeurt er dan? Ja, ik zeg altijd van het enige wat je hoeft te doen is een feest en een datum te plannen. Vervolgens doe je één telefoontje naar ons en wij verzorgen dat er s'avonds of afgesproken tijdstip, dat de mensen gewoon kunnen genieten van friet en snacks. Maar genieten van friet, want dat vind ik altijd wel bijzonder. Want meestal als je die frietkarretjes hebt staan, dan denk ik, ja, het ziet er zo lekker uit. En dan neem je die friet en dan vind ik hem eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ja, dat is toch een stukje geheim van de smid. We hebben toch een behoorlijk echte, we krijgen heel veel opmerkingen over onze producten. Dus ja, toch kwalitatief goed. Ja, en het wordt goed gebakken. En ja, dat is ook weer een stukje. In wat voor olie bak je, hoe lang laat je het bakken. Maar zit er nou ook, dat moet een verschil zijn. Want ik bedoel, je wordt op behoorlijk gerenommeerde bedrijven word je geboekt. Waarom sta jij daar wel?
Nou, wij hebben het onder andere vorig jaar voor Bavaria mogen verzorgen, de introductie van het nieuwe logo. Mm-hmm. Ja, daar hebben we toch een echt ons visitekaartje afgegeven. En ja, daar zijn veel bedrijven op ingehaakt. En ja, die hebben ons gezien daar. En de kwaliteit en de service die we bieden, hebben ze daar kunnen zien. En van daaruit is het eigenlijk ook heel hard gegroeid. Dus een frietje is niet zomaar een frietje? Alsof ze nee, in mijn ogen niet. Een frikadelletje is ook niet zomaar een frikadelletje? Nee, dat moet toch. En ook de beleving bij het feest. Dus hoe breng je het? De servicegerichtheid, de klantvriendelijkheid. Nu reis je heel Nederland rond, maar jij wil jouw concept als franchise gaan vrijgeven. Ja, onlangs hebben we een filiaal in Helmond geopend. Ja, het idee was gekomen van, ik krijg aanvragen vanuit heel Nederland. En we kwamen erachter dat we toch behoorlijk wat in de auto zaten. En ja, met milieu-oogmerk. En er hangt toch achter zo'n grote jeep hangt toch een wagen van een 2,5 ton. Ja. Dus ja, met dat oogpunt en de tijd die verloren gaat in de reizenuren, om het toch op meerdere plaatsen uit te gaan zetten. Maatschappelijk verantwoord feedback heet dat. Zo kun je het noemen. Ik zeg al, we hebben de eerste filiaal in Helmond geopend. En ja, in Zuid-Holland, Zeeland en Limburg zijn we nog bezig met het concept weg te zetten. Okay. Maar mochten mensen daar dus geïnteresseerd in zijn, kunnen ze bij altijd, jou terecht. Ja, en dan gaat even het verhaal een beetje afronden. Jouw twee collega's die doen er lang niet meer mee, want je doet het alleen, hè? Ja, ik doe het helemaal alleen, ja. Ja. Ze zijn vroegtijdig afgehaakt en... ja, dat is eigenlijk mijn redding geweest, want ja, daardoor heb ik zelf alles uit kunnen zetten. En... bedankt voor het idee. Ja. Ja. Bedankt om me wakker te schudden. Dankjewel, Stefan. Dankjewel. Nou, wil je dus meer van weten, kijk even op de site brabantbusiness.tv en dan linken we je door. Ja, de camera die ging natuurlijk weer op pad samen met René en met name een kijkje op circuit Zandvoort bij PS Autosport. Ja, vandaag is Brabant Business te gast op het circuit in Zandvoort. Wouters Media Groep, het mediabedrijf uit Beek en Donk, is erg actief in de automotive sector. Onder andere als sponsor van dit PS-team. Vorig jaar grote winnaar in hun eigen klasse. We gaan vandaag een dagje met ze meemaken. Onder andere met hun coryfee Christian. Hij gaat nu vertrekken in een BMW. Christian, je bent samen met Peter Stoks eigenaar van PS Autosport. Vorig jaar een grandioos winnaar in de GT4 Cup. Waar moet ik die GT4 Cup ergens plaatsen? Nou ja, eigenlijk is de GT4 is gewoon de topklasse van Nederland op autosportgebied. Daar kan je gewoon eigenlijk niks boven meer plaatsen. Dan zou je echt internationaal moeten. Met zo'n team als met PS, dan draaien jullie voor een heel groot stuk natuurlijk op sponsors. Hoe belangrijk zijn die sponsors voor jullie? Ja, eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik bedoel, kijk, zonder sponsors kunnen wij niet racen. Kijk, en wij maken het weer voor die sponsors mogelijk om naar de wedstrijden te komen, om te komen kijken. Vooral met hun relaties en hun klanten. Ja, om juist een leuke dag te bezorgen. Dat is eigenlijk de basis van PS Autosport. Nou rij je dit jaar met nummer 1, dat schept verplichtingen. Ja, dat is het ook. Dat is, eigenlijk is het, normaal gesproken is nummer 27 is mijn nummer. Daar heb ik vorig jaar mee gereden, kampioen mee geworden. Maar ja, als je kampioen wordt, dan word je geacht met nummer 1 te rijden. Dat is eigenlijk gewoon een soort eer. Ja, dan wil ik nummer 1 ook zeker op mijn auto plakken. Ja, dan rust wel een bepaalde druk op je. Maar had ik vorig jaar ook en ja, dat ging ook eigenlijk hartstikke goed. Peter, je bent mede-eigenaar van dit raceteam waar we vandaag te gast zijn. Is het nou alleen maar beroepsmatig of is het hobby? Wat moet ik er nou zien? Het is uitstaande het hobby, maar het is inmiddels wel erg professioneel geworden. En we hebben het nu ook echt zijn we het ook heel zakelijk aan doen om een stukje businessmarkt op te zetten voor de bedrijven. Een stukje netwerk op te zetten en dat combineren wij met een stukje hobby. Oké, als ik op, we hebben over budget gesproken, als ik op die wagen kijk, zie al die sponsornamen. Dan erg veel uit de zijde van Nederland. Ja, ik heb een jaar of 5 geleden ben ik begonnen met sponsors te werven. Dan ga je hier je eigen netwerk kijken en vanuit het één netwerk komt het ander. Dus we zijn begonnen uit van Midden-Limburg en we zijn nu wel richting landelijke sponsors aan het gaan. Omdat de bedragen steeds groter worden, je moet een steeds groter netwerk creëren. En gaan we ook naar Nederland in. We'll be right back.
Clarence Chris. Dit is mijn 11e seizoen ook. Ik heb een hele andere weg bewandeld als Chris eigenlijk. Ik ben in de Formulewagens begonnen. Tot de Formule 3 gereden ben ik kampioen in geworden. Toen hield eigenlijk een beetje het pad voor mij op, want daarna praat je over echt miljoenen, hè, GP2, Formule 1. Toen ben ik de Tourwagens gaan rijden 4 jaar geleden. En ja, daar wilde ik eigenlijk heel erg snel hoger opkomen. Dat is redelijk goed gelukt. Vorig jaar in de GT4 gestapt. Met een underdog auto, een BMW Z4. Mm-hmm. Nou, 6 keer op podium gestaan, dat was een heel goed jaar. En Chris en ik kennen elkaar al heel lang. Toen zijn wij in de winter samengekomen en ja, nu gaan we samen doen. Leuk om eens mee te maken, zo'n dag hier op Zandvoort. Jammer dat de zon niet scheen, dat reken je een beetje op in de kustplaats. Maar voor mij reden genoeg om daar nog even in die auto te stappen. Ik ga een rondje rijden, tot kijk. Nou, Henry, je hebt jezelf overtroffen. Het ziet er weer samen. Het ruikt, hè? Ja, teamwork in de keuken. Ja, een lekker gestoofd babyslaatje. In met charlotte en boter. Risotto van kreeft en aardappel. En een lekker worstje van witvis en paling. Zo. Hoe voel je het voor de camera? Ja, gezellig en leuk. Mooi toch? Ja. Nu no. Kom je vanuit Rotterdam hier in het zuiden terecht? Ja, mijn ouders verhuizen. Okay. ja, daar moet je wel mee. Eet smaak. Dank je wel. Henry ook. Heb je nog een leuke tip voor het programma of wil je reageren op een van onze onderwerpen? Kijk maar even op onze website www.brabantbusiness.tv. Ja, volgende week een zintuigprikkelend kussen en een manier om... Ja, zintuigprikkelend kussen. Mag jij straks voelen, volgende week. En een manier om altijd contact te hebben met iemand die echt naar je wil luisteren. Nou, dat en meer onderwerpen volgende week bij Brabant Business. Oh, ik vergeet bijna onze leuke Thomas. Thomas, vertel, want we gaan natuurlijk niet beginnen zonder jouw wijntje. Klopt, ja. Ik heb een witte wijn uitgekozen, een Viognier Bellingham. Uit Zuid-Afrika. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort melange van verschillende druivensoorten uit de kustlijn van Zuid-Afrika. En doordat er zoveel verschillende druiven in zitten, krijg je een hele volle smaak van abrikoos, persik, bloemen. Er zit heel veel in. Heel veel bijzondere dingen zoekt hij uit, hè? Dat is weer wat anders. Handgeplukt, zag ik op het etiket. Klopt helemaal, ja. Handgeplukte druiven. Wow. Nou, we gaan hem proeven. Abrikoos. In ieder geval bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Max ICT, Swisspost en De Rooi Pannen.